Hoe kan het wetenschappelijk worden verklaard dat na een hartstilstand van 2 minuten het leven totaal en blijvend verandert? En bij de doodervaring roept nog steeds bij veel mensen, en helemaal bij artsen en andere wetenschappers, ongelovige reacties of kritische vragen op. Wij heten u welkom bij de NTR Academie. Hier treft u iedere avond een andere spreker. Grote denkers. En zij voeren een dringend persoonlijk pleidooi. Vandaag geven wij het woord aan Pim van Lommel. Pim van Lommel, cardioloog, onderzoeker en schrijver van de bestseller Eindeloos Bewustzijn. De afgelopen 20 jaar deed hij onderzoek naar bijna doodervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Zijn ervaringen verwerkte hij in zijn boek, dat wereldwijd wordt gezien als een van de belangrijkste studies naar bijna doodervaringen. Ook wel BDE genoemd. Pim van Lommel. Dit is een moderne bewakingsafdeling. En het is bijzonder te bedenken dat dankzij die moderne bewakingsafdeling en de moderne reanimatietechnieken kunnen we mensen terugbrengen naar een hartstilstand. En we vergeten vaak dat pas in 1967, 45 jaar geleden, dit mogelijk werd. Dus voor 1967 stierven alle patiënten met een hartstilstand. Het feit dat we mensen terug kunnen halen uit een hartstilstand heeft het uiteraard ook mogelijk gemaakt om dit soort onderzoek naar bijna doodervaring te doen. Maar dat betekent ook dat door de moderne reanimatietechnieken er steeds meer mensen komen die een hartstilstand hebben overleefd en die dus zo bijna doodervaring kunnen vertellen aan ons. Wat we uit onderzoek weten uit Duitsland en Amerika is dat over 4% van de bevolking in de westerse wereld een bijna doodervaring moet hebben gehad. Dat houdt in zo'n 600.000 mensen in Nederland, zo'n 20 miljoen mensen in Europa en 9 miljoen mensen in Noord-Amerika hebben een bijna doodervaring gehad. En toch hebben de meeste artsen en andere werkers in de gezondheidszorg zelf nog nooit zo'n verhaal van een BDE gehoord. Omdat ze er niet voor open willen of durven staan. Goedenavond, dames en heren. Het is voor mij een genoegen om hier vandaag een voordracht te mogen houden over wetenschappelijke gevolgen van onderzoek naar bijna doodervaringen, BDE. Dus naar bijzondere ervaringen in het bewustzijn. En de BDE is de gemelde herinnering aan alle indrukken tijdens zo'n bijzondere bewustzijnstoestand. Met enkele specifieke elementen, zoals het ervaren van een tunnel, het licht, een levensterugblik, het ontmoeten van overleden dierbaren of het waarnemen van je eigen reanimatie en uittreding. En deze bijzondere bewustzijnstoestand kan optreden tijdens een hartstilstand, dus tijdens een periode van klinische dood, maar ook tijdens een stervensproces. Dan wordt het een stervensvisuur of levenseinde ervaring genoemd. Maar soms worden de ervaringen ook gemeld bij ernstige depressie, bij meditatie of zonder duidelijke oorzaak. En de ervaring heeft altijd een transformatief karakter. Onder andere de angst voor de dood verdwijnt. De inhoud van de BDE en het effect op patiënten lijkt wereldwijd hetzelfde. In alle tijden en alle culturen. In boeken en populaire artikelen wordt ervan uitgegaan dat die ervaringen wel bestonden, maar waarschijnlijk veroorzaakt werden door zuurstoftekort in de hersenen of bijwerkingen van medicijnen of het gevolg waren van doodsangst of hallucinaties of dromen of gewoon inbeelding. En tot 1988 was er alleen maar retrospectief onderzoek geweest bij mensen met een BDE in het verleden, met hierdoor een grote selectie van patiënten. En het bleek ook bijna onmogelijk om 10, 20 of 30 jaar later exact de medische omstandigheden te kunnen achterhalen. Dus zijn we in Nederland in 1988 in 10 Nederlandse ziekenhuizen een prospectieve studie gestart bij alle achtereenvolgende patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Een prospectieve studie betekent dat patiënten binnen enkele dagen wordt gevraagd of ze zich iets kunnen herinneren van hun periode van hartstilstand. Dus van hun periode van bewusteloosheid.
als je wetenschappelijk onderzoek doet, dan is dus de hartstilstand een prachtige manier om te onderzoeken dat dit soort reacties, ervaringen mogelijk zijn tijdens een hartstilstand, omdat we weten dat dan de hersenfunctie is uitgevallen binnen 15 seconden. Dus voor het onderzoek naar de relatie tussen hersenen en bewustzijn, als we praten over waar zit je bewustzijn, hoe is de relatie tussen bewustzijn en hersenen, dan is prospectief onderzoek naar dit soort ervaringen bij hartstilstand essentieel. De belangrijkste bevinding van onze studie was dat er geen verklaring is waarom mensen een bijna doodervaring hebben. We vonden dat 18% van de mensen die een hartstilstand hadden overleefd zo'n bijzondere bewustzijnservaring melden. Maar de groep van 18% was identiek aan de 82% van de mensen die geen herinnering hadden aan de periode van hartstilstand. En dat was ons eigenlijk grote verrassing. Want we dachten dat we een oorzaak zouden kunnen vinden. Maar we konden alleen zeggen, het is een mysterie waarom 18% van de mensen zo'n ervaring melden. En alle bekende, tot nu toe bekende oorzaken, verklaringsmodellen, konden we dus uitsluiten. Dat was een heel belangrijk gegeven. De helft van de patiënten met een BD had het besef dood te zijn of had positieve emoties. Ongeveer 30% had een tunnelervaring of het ervaren van een hemels landschap of ontmoeting van overleden personen. Ongeveer een kwart had een uittredingservaring, communicatie met het licht of waarneming van kleuren. Ongeveer 13% had een levensoverzicht en 8% had de ervaring van een grens. Alleen na een bijna doodervaring ondergaan patiënten een duidelijke transformatie. Ze hebben geen angst meer voor de dood. Ze geloven in een persoonlijk voortbestaan. En er is een toegenomen waardering en zingeving van dagelijkse dingen in het leven. Uiterlijkheden zoals een dure auto, een groot huis, mooie kleren en baan met uiterlijk gezag en macht worden steeds minder belangrijk. En ook kan de opgetreden verhoogde intuïtie voor problemen zorgen. Opeens voelt men anderen haarscherp aan, hetgeen heel bedreigend en verwarrend kan zijn. Men weet plotseling gevoelens en verdriet bij anderen. Of men weet dat iemand een ernstige ziekte onder de leden heeft. En ook heeft men soms het gevoel te weten dat iemand snel zal overlijden. Hetgeen ook meestal later blijkt te kloppen. Dit maakt mensen naar BD uiterst onzeker. Men kan deze ongewild binnenkomende informatie op grond van een verhoogde intuïtieve gevoeligheid niet goed hanteren. Men trekt zich vaak in zichzelf terug. De meeste BDE'ers hebben een grote behoefte aan om over hun ervaring te praten. Deze behoefte komt niet alleen voort uit een verlangen naar bevestiging van de voor hen zelf onvoorstelbare en onbegrijpelijke en ingrijpende ervaring, maar vooral ook uit een verlangen naar ondersteuning. Mijn naam is Marga van Lennep-Kernkamp. En ik kom je dus vanavond mijn verhaal vertellen over mijn bijna-doodervaring, nu 32 jaar geleden. Na 5 jaar te hebben samengewoond, trouwde ik met mijn vriend en maatje. We wilden graag een gezin met een paar kinderen. Het leek een gewone, gezonde zwangerschap. Maar na 5,5 maand kondigde de geboorte zich aan. Ik werd razendsnel naar het ziekenhuis gebracht en daar probeerde men de weeën te stoppen met medicatie. Dat lukte niet, dus kreeg ik nog meer medicijnen toegediend. Toen hielden de harttonen van mijn baby op. In grote paniek moest er gehandeld worden. Operatie, keizersnee, haast. Men rende met mijn bed door de gang. Kleren uit, scheren, katheter, doorhollen, angst, kap op mijn gezicht. 10, 9, 8, weg. Het bijzondere van haar verhaal is dat ze dus een hele sterke bril heeft, -12. Dat ze dus alles helder van boven zag buiten haar lichaam. En toen op een gegeven moment haar bril zag liggen op het nachtkastje naast haar bed, terwijl ze zonder bril volstrekt niet helder kan zien. Dan ziet ze alleen maar vage beelden. Dus dat is een heel bijzonder aspect van haar ervaring.
Opeens, zacht glijdend, verplaatste ik mij uit mijn lichaam naar het plafond van mijn ziekenhuiskamer. Het voelde alsof ik op een opgeschudde donse dekbedwolk zweefde. Helemaal vrij, zonder ballast. Enige gangen verder zag ik de arts aankomen rennen. Het was voor mij niet vreemd dat ik dwars door het hele ziekenhuis heen kon kijken. Alles leek volkomen normaal. En opeens was daar het licht. Voordat ik het in de gaten had, was ik er middenin. In dat licht ontwaarde ik een prachtig landschap in heldere pasteltinten. Geel en groen en fris en vredig. Naar mijn beleving ben ik daar een eeuwigheid geweest. Heb ik mij daar gelaafd en gekoesterd. De weg terug ging pijlsnel. Ik schoot terug en kwam met een immense klap terug in mijn lichaam. De arts, de verplegers en de verpleegsters waren zo blij dat ik weer terug was. Maar ik was radeloos, verdrietig, ontluisterd en vooral machteloos verloren, met een knagend gevoel van heimwee. Toen ik zei dat ik terug wilde, maakte men zich zorgen. Ik was suïcidaal en moest in de gaten gehouden worden. In het begin kreeg ik het etiket postnatale depressie. Daarna heette het depressief. Totdat ik mijn oude patroon weer aannam, praat er maar niet over. Het is van mij. Waarschijnlijk ben ik gewoon gek, maar daar kan ik dan maar beter ook niet over praten. Het is heel bijzonder dat Marga van Lennep in staat is en bereid is te praten over deze ervaring waar ze jarenlang over moest zwijgen, wat ze zelf niet begreep en alle veranderde inzichten die ze had heel moeilijk kon delen met anderen. En het heeft jaren geduurd tot ze daar tot een acceptatie kwam en tot ze anders kon en wilde gaan leven. Dit soort reacties, het feit dat de omgeving niet kan luisteren, het feit dat je het zelf niet kan accepteren, hoor je bij alle mensen met een bijna doodervaring. Uit onderzoek blijkt dat bij een poging om over de BDE te praten 50 tot 75% van hun familieleden die BDE afwees. Met als zeer frequent gevolg ook een echtscheiding tot 50% van de gevallen. Omdat ze zeggen, het is niet meer de persoon met wie ik ooit getrouwd was. Hij is zo anders geworden. En het bleek ook dat 85% van de artsen, 50% van de psychiaters en 30% van de verpleegkundigen negatief reageerden op het verhaal van een bijna doodervaring. Ik ken het verhaal van een symposium over bijna doodervaring in een groot universiteitsziekenhuis met ruim 300 mensen aanwezig. En aan het eind van het symposium, na enkele lezingen over bijna doodervaring, staat een man op en die zegt, ik ben ruim 25 jaar cardioloog. Ik heb nog nooit in mijn praktijk zulke ongeloofwaardige verhalen gehoord. Ik vind het de grootste onzin, ik geloof hier geen woord van. Er staat iemand anders op in de zaal en die zegt, ik ben een van uw patiënten. Ik heb ooit een BDE gehad en u zou de laatste zijn die ik het ooit zou vertellen. Ze voelen exact aan dat dit het type mens is die niet kan luisteren. Er is nog steeds terughoudendheid en ook kritiek op mensen met een bijna doodervaring, ook uit de wetenschappelijke kring, omdat het niet past in ons huidige materialistische wereldbeeld, in onze materialistische paradigma in de huidige westerse wetenschap. De huidige wetenschap gaat ervan uit dat alles wat we kunnen bewijzen, kunnen objectiveren, kunnen reproduceren, dat dat de werkelijkheid is. Dat is de fysieke uiterlijke werkelijkheid. Daarom wordt er niet naar ze geluisterd. Het is onwetendheid, ongeloof en vooroordeel vaak. Het paradoxale optreden van een verhoogd en helder bewustzijn en logische denkprocessen gedurende de periode van totale uitval van de doorbloeding van de hersenen roept bijzondere hoofdbrekende vragen op over ons huidige inzicht in bewustzijn en in de relatie van bewustzijn met de functie van de hersenen.
Traditioneel wordt nog altijd gedacht dat herinneringen of bewustzijn door grote groepen neuronen of neuronale netwerken worden veroorzaakt of geproduceerd. En dat bewustzijn dus alleen in de hersenen is gelokaliseerd. Dit is echter nog steeds een onbewezen hypothese. Maar dit concept moet dus nu wel ter discussie worden gesteld. Want hoe zou anders een verruimd bewustzijn buiten het lichaam kunnen worden ervaren op het moment dat de hersenen tijdelijk niet meer functioneren, gedurende een periode van klinisch dood, zelfs met een vlak EEG? Gedurende een uittreding hebben mensen een later goed controleerbare waarneming vanuit de positie buiten en boven hun levensloze lichaam. Ook blinde en dove mensen. Een patiënt heeft het gevoel dat ze hun lichaam als een oude jas hebben uitgedaan en achter zich hebben gelaten. Een recente publicatie van bijna 100 objectief en wetenschappelijk gecontroleerde verslagen van in principe controleerbare waarnemingen tijdens een uittreding, tijdens hartstilstand, bleek 90% volledig juist te zijn. En dat bewijst dat een uittreding geen hallucinatie kan zijn. Dit is de tekening van een 6-jarig meisje wat bijna verdronken was. Hij werd daarna gereanimeerd in een Amerikaans ziekenhuis. En je ziet met zeer veel details, hier is een stralend meisje die van boven toekijkt hoe hier haar lichaam ligt. Er wordt gereanimeerd met uitwendige hartmassage door 2 verpleegkundigen. Hier staat een arts. Het voordeel is van een meisje van 6, die hebben natuurlijk volstrekt geen idee wat er zou kunnen gebeuren bij reanimatie. En deze tekening is een heel mooi voorbeeld van hoe mensen bij een uittreding details kunnen waarnemen die onmogelijk zijn als je in coma bewusteloos bent door een bijna verdrinking. En soms is er ook een vooruitblik, een flash forward. Men heeft het gevoel een deel van het leven dat nog moet komen te overzien en te aanschouwen. Citaat. En als in een flits zag ik hoe mijn leven verder zou gaan. Ik overzag een groot deel van mijn leven dat nog moest komen. De zorg voor mijn kinderen, de ziekte voor mijn vrouw, alle situaties waarin ik zelf verzeild zou raken, zowel in mijn werk als daarbuiten. Ik overzag dat allemaal volkomen. Ik voorzag de dood van mijn vrouw en het sterven van mijn moeder. Ik heb al de dingen die ik toen voorzien heb eens opgeschreven. Ik heb ze in de loop der jaren gewoon kunnen afturven. Als mensen tijdens een bijna doodervaring in een andere wereld komen, zien ze landschappen, onvoorstelbare landschappen, berglandschappen, weiden, bloemen die we hier niet kennen in deze wereld. Kleuren die we hier niet kennen in deze wereld. Vaak ongelooflijk mooie muziek die we ook niet kennen. Dus, en als ze terugkomen, proberen ze altijd weer die kleuren terug te vinden, die landschappen terug te vinden, die muziek terug te vinden. Maar het bestaat niet. Dit soort kleuren en muziek bestaat niet in deze wereld. We komen dus tot de verrassende conclusie dat alle hiervoor genoemde elementen van de BDE werden ervaren tijdens een periode van hartstilstand, tijdens totale uitval van de doorbloeding van de hersenen. Nu hoor of lees ik af en toe dat dit gewoon onmogelijk is en onwetenschappelijk is. Men is van mening dat bewustzijn niets anders is dan materie, dat onze subjectieve ervaring, dat ons bewustzijn iets zuivers persoonlijk is en verschilt van het bewustzijn van iemand anders, slechts een illusie is. Maar men is met de huidige wetenschappelijke technieken niet in staat de inhoud van het bewustzijn te meten of aan te tonen. Men kan niet wetenschappelijk bewijzen dat iemand verliefd is, of dat iemand een mooi muziekstuk of een schilderij mooi vindt. Met onze huidige medische en wetenschappelijke concepten lijkt het dus onmogelijk om alle aspecten van de subjectieve ervaringen te verklaren zoals die beschreven worden door mensen met een BDE tijdens een hartstilstand. Maar wetenschap is naar mijn mening vragen blijven stellen met een open geest. En is het blijven zoeken naar een mogelijke verklaring van nieuwe, soms aanvankelijk onbegrijpelijke vraagstukken, in plaats van dat vasthouden aan oude concepten en oude feiten.
Het volledige en eindeloze bewustzijn is overal aanwezig in een niet aan tijd en plaats gebonden ruimte, waar verleden, heden en toekomst tegelijkertijd aanwezig en toegankelijk zijn. De functie van de hersenen zou kunnen worden beschouwd als die van een zendontvanger. En ons brein heeft dus geen producerende, maar een faciliterende functie voor het bewustzijn. Dat maakt het ervaren van bewustzijn mogelijk. We beseffen onvoldoende dat we voortdurend omgeven zijn door elektromagnetische informatiegolven. Er zijn zo'n 600.000 telefoongesprekken en 1 miljard websites die voortdurend nu aanwezig zijn. Rondom ons, door ons heen, door gebouwen heen. We hebben een instrument nodig om die informatie te ontvangen. Maar al deze instrumenten produceren niet die informatie, maar maken het mogelijk om het in je bewustzijn te ontvangen. Het is geen wetenschappelijk bewijs voor leven na de dood. Maar wat we hebben kunnen bewijzen is dat er een helder bewustzijn mogelijk is als de hersenfunctie niet meer functioneren. Dat houdt in dat het uiterst waarschijnlijk is dat mensen na de lichamelijke dood nog steeds een helder bewustzijn hebben. Maar een wetenschappelijk bewijs is wat anders dan iets wat uiterst waarschijnlijk is. Er zijn nog steeds meer vragen dan antwoorden. Maar gebaseerd op alle theoretische aspecten van de toch frequent gemelde ervaring van een continuïteit van ons bewustzijn, zouden we serieus de mogelijkheid moeten overwegen dat de dood, net als geboorte, slechts een overgang zou kunnen zijn naar een andere staat van bewustzijn. Bewezen is wel dat bewustzijn onafhankelijk van ons lichaam en van onze hersenen ervaren kan worden bij niet meer functionerende hersenen. En deze conclusie verandert ons hele mensbeeld en heeft gevolgen voor praktische, actuele, medische en ethische vraagstukken. Zoals de zorg voor comateuze of stervende mensen, euthanasie of abortus. Of ook voor de discussie over orgaantransplantatie met het verwijderen van organen tijdens de diagnose hersendood, tijdens de stervensfase met een nog kloppend hart in een warm lichaam. Samenvattend en citerend van een recente overlijdensadvertentie: wat je hebt, vergaat, maar wat je bent, leeft verder aan ruimte en tijd voorbij. We hebben dus een lichaam en we zijn bewustzijn. En zoals iemand met een BDE mij schreef: ik kan zonder mijn lichaam, maar mijn lichaam kan blijkbaar niet zonder mij. Citaat van Dag Hammarskjöld: de manier waarop we tegen de dood aankijken bepaalt hoe we in het leven staan. Want zolang wij denken dat met de dood alles ophoudt, investeren wij tijdens ons leven in het tijdelijke, in het materiële, in het uiterlijke. Denken we in onze kortzichtigheid en onwetendheid te weinig aan de toekomst van het milieu, de leefwereld van onze kinderen en kleinkinderen. Ook zouden we moeten stoppen met te denken en te handelen alsof we beter moeten zijn dan een ander. Want dat gaat altijd ten koste van anderen, van de zwakkeren, van de kinderen. En dan bedoel ik dat op wereldwijde schaal. Het competitieve element in onze maatschappij zou verlaten moeten worden. We moeten leren inzien dat we op een foute manier naar de wereld kijken, omdat we onvoldoende beseffen dat de wereld zoals wij die waarnemen zijn subjectieve waarheid louter en alleen ontleent aan ons bewustzijn. Want ons bewustzijn bepaalt hoe we tegen de wereld aankijken. Als we verliefd zijn, is de wereld prachtig. Als we depressief zijn, is de wereld een ramp. En als we angstig zijn, angstig laten maken door de pers en de politiek, wordt onze wereld een angstige wereld. We moeten ons bewustzijn veranderen om onze wereld te veranderen, om onze manier van leven te veranderen. En dat is samenvattend het inzicht dat we kunnen verkrijgen door open te staan voor de betekenis van een BDE, door te luisteren naar mensen die een BDE met ons willen delen. Wilt u napraten over BDE, oftewel bijna doodervaringen? Neemt u dan tijdens kantooruren contact op met Stichting Correlatie.